In deze nemen natuurlijk al jaren meerijdt en die eigenlijk pas de laatste laatste twee jaar iets gaat betekenen binnen het vrouwenschaatsen. En zeker met de start op dit kampioenschap, dat heeft ze heel goed gedaan. Maar Aardenberg neemt inmiddels het initiatief over in de wedstrijd. 3-21-3 om 3-21-6 voor Nemet, die daarmee nu wel 17e van de seconde sneller is geworden dan Yvonne van Gennep. Aardenberg is voor het klassement niet zo belangrijk. Ze staat daar in 9e. Kan natuurlijk nog wel een beetje winst boeken, maar zou bijvoorbeeld 5 seconden sneller moeten zijn dan van Gennep om onze landgenoot in het klassement te passeren. En dat lijkt me met nog ruim 1 ronde te gaan nauwelijks nog te halen. Het is in ieder geval een mooie strijd tussen deze twee. 3.57.9 om 3.58.7. En 3.57.9 is iets meer dan een seconde sneller dan van Gennep. Met andere woorden, van Gennep blijft Aardenberg wel voor in het klassement. En Nemet zou inderdaad best eens met die wisseling van de wacht die ik u heb aangekondigd op die derde plaats kunnen blijven. Ulrike Aardenberg gaat de ritzege behalen. Het jongere zusje van Peter Aardenberg. In de tijd 4.34.77. Sneller inderdaad dan Yvonne van Gennep. En de 4.36.23 voor Nemet is net iets langzamer dan van Gennep. En dat heeft voor het puntenklassement de volgende consequentie. Nemet blijft inderdaad op die derde plaats staan. Warnieke is nu tweede geworden, Porloskova vierde. En Nemet heeft een puntentotaal van 132.638. En Ulrike Aardenberg staat daar met 134.19.